Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie, of in ieder geval ben ik er heel erg enthousiast over. Het is een video over mijn allereerste rijles en voor degene die willen weten hoe oud ik ben 16,5, zo noemen ze dat dan. Maar ik ben gewoon 16 en in maart word ik 17. En zoals velen van jullie weten, weten we waarschijnlijk wel dat je pas mag beginnen als je 16,5 bent. En dan mag je dus beginnen om in een auto te rijden, om theorielessen te nemen. En als je 17 bent, mag je afrijden. Nou ging ik zoeken naar goede rijscholen. En hier waar ik woon, hebben ze een hele goede rijschool. Ze zijn verkozen tot de tweede beste van Nederland. En daarom had ik er vertrouwen in. Dus ik dacht, ik vraag een proefles aan. En die proefles heb ik dus afgelopen vrijdag gehad. Oké, wat mag je allemaal doen op een proefles? Allereerst gaat die je rijinstructeur of rijinstructrice gaat je eerst uitleggen natuurlijk hoe de hele auto in elkaar zit. Of in ieder geval wat je nodig gaat hebben tijdens het rijden. Hij vertelt je dat je stoel goed moet zetten. Dus hoofdsteun, hoe je naar achter of naar voor wilt. En hoe dicht je dus bij je stuur moet zitten. Hoe dicht je bij de pedalen moet zitten. En ja, dat soort dingen. En aan zijn kant, want je moet gelijk wisselen van plek, want hij brengt je eerst naar een rustige plek. En dan moet je gelijk wisselen van plek, dus jij zit gelijk achter het stuur. Dat vond ik echt doodeng, ik was super zenuwachtig. Je moest gelijk wisselen van plek. Aan zijn kant zitten ook alle pedalen die jij ook hebt. Dus koppeling, rem, gas. Die zitten ook bij jou op de plek en ook bij hem. En dan uiteindelijk gaat hij jou vragen of jij de auto wilt starten. Dus je doet de sleutel in het contact, je draait hem helemaal om. En dan gaat hij rijden en jij gaat sturen. Of tenminste, dat was bij mijn rijschool. Dan ga je gewoon een beetje sturen. En sturen moet je echt een beetje onder knie krijgen. Je moet niet afdwalen, want als fietser of als iemand die een scooter rijdt, ben je natuurlijk gewend om alleen jij in het midden te hebben van het pad. En als hij zegt, rijd met de auto in het midden van het pad, dan is dat heel erg lastig, want jij wil in het midden blijven, dus je dwaalt af naar rechts. Maar je moet echt goed in de gaten houden dat je links zit, dus dat je echt niet moet afdwalen naar rechts. Ik mocht aan het begin gewoon een beetje sturen en we gingen ook in een rustig straatje gingen gewoon een beetje slingerbochtjes maken, stuur helemaal omdraaien. Ja, al die stuurtechnieken, ja, die had ik al vrij snel onder de knie. Daarna om naar de plek waar ik woon, want ik werd opgehaald bij een museum waar we naartoe waren met school. En dat is in een andere plaats dan waar ik woon, moesten we over de snelweg terug naar huis. Dus toen zei hij dat ik wel mocht sturen gewoon, dan gaat hij rijden. Dus ik mocht gewoon sturen over de snelweg, vond ik wel spannend, want voor mij ging dat best wel hard. Dus ik ging gewoon lekker sturen en ik dacht, nou, gaat wel goed, dit, dat. Dus was allemaal best wel makkelijk, want op een snelweg hoef je helemaal niet zo heel erg veel te sturen. Je gaat gewoon heel lichtjes naar rechts of heel lichtjes naar links. En ja, dat was eigenlijk best wel snel gedaan. En uiteindelijk waren wij een rustig plekje in mijn stad waar ik woon. En daar ging hij me uitleggen hoe ik moest schakelen en moest koppelen en dat soort dingen. Het is allemaal even best wel lastig en ook best wel lastig om uit te leggen. Uiteindelijk wist ik zelf weg te rijden. En ja, ik kan je niet helemaal precies vertellen hoe het moet. Want dat kan een rijinstructeur beter vertellen. Maar het is best wel eventjes goed in de gaten houden. En als ik wegreed dan ging het ook best wel lekker en uiteindelijk reed ik gewoon zelf. En uiteindelijk hoefde de rijinstructeur naast mij alleen nog maar te zeggen naar welke versnelling ik moest schakelen. Dus ging het allemaal best wel makkelijk. Alleen soms reed ik iets te hard of iets te langzaam. En soms zag ik allemaal mensen me inhalen. Zo van, oh, lesauto duurt lang. Maar ja, in principe ging mijn eerste proefles dus best wel soepel. Nu heb ik het advies gekregen om 30 lessen te doen. En dat is ongeveer gewoon het gemiddelde van iemand die rijlessen neemt. En nadat ik 17 ben geworden mag ik dus opgaan voor mijn examen. Ondertussen ga ik ook nog theorie doen. Dat doe ik met een 5-daagse cursus. En daarna mag ik gelijk op voor mijn theorie. Want dat mag gewoon al als je 16 bent. Dat mag ook al als je net 16 bent. Dus als je net 16 bent kan je al beginnen met je rijlessen. Maar dan kan je alleen je theorie nog doen. Weet wel dat je theorie maar 1,5 jaar geldig is. Dus als je er heel lang over doet over je rijlessen. Dan kan op een gegeven moment je theorie verlopen zijn. En moet je dat opnieuw doen. Dit was een beetje mijn verhaal over mijn eerste rijles. Het was super spannend, maar mijn rijinstructeur heeft me super goed geholpen. Ik weet nu hoeveel les ik ongeveer nodig heb en ik zal jullie op de hoogte houden als ik hiervan meer weet en als jullie dat natuurlijk willen. Laat hieronder even weten of jij ook al bent begonnen met je rijlessen. En als je hem al gehaald hebt, hoeveel rijlessen jij hebt nodig gehad om uiteindelijk te slagen. En of je in 1 keer geslaagd bent. Laat hieronder in de poll even achter of jij eigenlijk wel rijlessen zou willen al zo vroeg. Of dat jij liever wacht tot je 18e of ouder. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je dit kanaal leuk lijkt. Of als je hier nieuw bent. En dan zie ik jullie heel erg snel weer. Doei doei!